subject of our discussion today, in particular, is Exodus chapter 25 and what follows. Het onderwerp van de discussie van vanavond is in het bijzonder hoofdstuk 25 van het boek van Exodus. Because what follows from it, the implications of Exodus chapter 25 are unquestionably among the most crucial transformations in world history. Want wat er in hoofdstuk 25 van Exodus en daarna gebeurt, behoort tot de meest ingrijpende veranderingen in de wereldgeschiedenis. Something that is most immediately transformative in the story of the Torah from here until the end of the Torah, indeed until the end of the Bible, but really until this very day. En dat betreft een transformatie, een verandering die de hele rest van de Torah en zelfs de rest van de Bijbel beïnvloedt, maar niet alleen dat, ook de geschiedenis van deze wereld tot op de dag van vandaag. Exodus chapter 25 introduces us to the idea of an ongoing sacred place. Exodus 25 introduceert aan ons het concept van een permanente, een blijvende, heilige plaats. The very notion of a house of worship, a house of prayer, is rooted here. Het concept van het maken van een heilige plaats vindt hier zijn oorsprong. Let's begin by considering what the command that appears at the beginning of chapter 25 is telling us, and then of course inevitably we consider the questions that we need to try to address. Dat we beginnen te kijken wat het gebod in de eerste verse van Exodus 25 ons zegt, en dan kijken naar wat daaruit volgt. The beginning of chapter 25, God spoke unto Moses, saying. Het begin van Exodus 25 luidt: toen sprak de Heere tot Mozes. Speak unto the people of Israel, that they take for me an offering of every man whose heart impels him to generosity, you shall take my offering. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een hefoffer voor mij nemen. Making this sacred space is going to depend upon people's generosity. That's an important key. Merk op dat het realiseren van die heilige plaats afhangt van de ruimhartigheid van mensen. And another crucial key. After the list of all of the various materials, substances that need to be brought for the construction project, we read in verse 8, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. En na een lijst van de diverse materialen die opgehaald dienen te worden met dat hefoffer, lezen we in Exodus 25 vers 8. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. And of course, we should pay attention to the obvious anomaly in this verse. Because we might have expected, after reading about the command to make a sanctuary, that the verse would read, let them make me a sanctuary that I may dwell in it. But it doesn't say that. En merk in dit vers op de afwijking ten opzichte van wat we zouden verwachten. We zouden namelijk verwachten dat het vers zou lezen en ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik daarin kan wonen. Maar dat is niet wat het vers zegt. The purpose of the sanctuary is not to make a house in which God will dwell.
Het doel van het heiligdom is niet om een plaats, een huis te maken waar God in zal wonen. I'll note already now, though we will be returning to this point a bit later, that King Solomon makes this explicit in the first book of Kings, in his prayer of dedication for the Holy Temple in chapter 8, in verse 27. En dat is een punt wat ook koning Salomo expliciet zegt als hij de eerste tempel inwijdt in 1 Koningen 8, vers 27. Behold heaven, and the heaven of heavens cannot contain you. How much less this house that I have built. Zie de hemel, ja, de allerhoogste hemel kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. So it's not to provide a place in which God will dwell. Dus het gaat er niet om om te voorzien in een huis waar God in kan wonen. But in a way this just exacerbates our question. So what is its purpose? Why a physical temple? Dus dat verlegt in feite simpelweg onze vraag. En die vraag luidt... A physical temple. Yeah. Waarom zouden we een fysieke tempel bouwen? And the first point for us to appreciate in considering what this answer might be is, of course, to consider Exodus chapter 25 in its context. Of course, it comes right after chapter 24. En een eerste aanwijzing om een antwoord te vinden op die vraag, waarom zou je dan toch een fysieke plaats bouwen, volgt uit de context van Exodus 25. En die context is uiteraard dat het volgt op Exodus 24. So what did we read at the end of chapter 24? We read the conclusion of the story of the revelation at Mount Sinai. En wat lazen we aan het einde van hoofdstuk 24? Dat was de afsluiting van de openbaring en de verbondsluiting op de berg Sinai. In particular, in that conclusion of the story of the revelation, beginning in chapter 24, verse 15, and Moses went up into the mountain, and the cloud covered the mountain. En in het bijzonder dit stukje afsluiting van die openbaring op de berg Sinai in Exodus 24, vers 15. Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. In verse 16, and the glory of God abode upon Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And the seventh day he called unto Moses out of the midst of the cloud. Vers 16, de heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinai rusten, en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de zevende dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. In verse 17, and the appearance of the glory of God was like devouring fire on the top of the mountain in the sight of the people of Israel. Vers 17, de aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. It's significant to note that we encounter very similar motifs in the last chapter of the book of Exodus, in chapter 40. Het is zeer opmerkelijk dat we dezelfde thema's terugvinden in het laatste hoofdstuk van Exodus. But there, it's not talking about Mount Sinai. It's talking about the tabernacle. Maar daar gaat het niet over de berg Sinai. Daar gaat het over de tabernakel. Just as we read in chapter 24, verse 15, the cloud covered the mountain. En we lazen in Exodus 24, vers 15, dat de berg bedekt werd door een wolk. We read in chapter 40, verse 34, then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of God filled the tabernacle. En zo lezen we in Exodus 40, vers 34, toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. And indeed, as we read in verse 16,
the glory of God abode upon Mount Sinai. En zoals ook lazen in 24 vers 16, de heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinai rusten. We read again in chapter 40 verse 35. The glory of God filled the tabernacle. Zo lezen we ook in Exodus 40 vers 35 dat de wolk op de tent van ontmoeting bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. And just as the glory of God was seen, represented in the sight of all the people of Israel, in the appearance of something like a devouring fire on top of the mountain, in chapter 24, verse 17. En net zoals de aanblik van de heerlijkheid op de top van de berg in de ogen van de Israëlieten was als een verterend vuur. So in chapter 14, verse 38, there was fire therein, that is, upon the tabernacle, by night, in the sight of all the house of Israel. Zo lezen we in hoofdstuk 40, vers 38 ook, want de wolk van de Heere was overdag op de tabernakel en 's nachts was er een vuur in voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten. An almost perfect symmetry which highlights the crucial distinction of the tabernacle. Een bijna perfecte symmetrie wat het onderscheid van de tabernakel benadrukt. It's just two words at the end of verse 38 in the Hebrew. In English, it's four words. Throughout all their journeys. En dat onderscheid, dat stukje wat afwijkt van die symmetrie, is in het Hebreeuws slechts twee woorden. En dat is het stukje tijdens al hun tochten. Aan het einde van Exodus. With the tabernacle maintained that presence of God's glory throughout all their journeys. In de tabernakel verbleef de heerlijkheid van de Heere tijdens al hun tochten. And that's critical because Mount Sinai was only one time. En dat is heel belangrijk, want de openbaring op de berg Sinai was eenmalig. In Exodus chapter 19, leading up to the revelation of God at Sinai, God says unto Moses in verse 9, Lo, I come to you in a thick cloud. This is going to be at Mount Sinai. In Exodus 19, als de openbaring op de berg Sinai geïntroduceerd wordt, zegt God tegen Mozes in 19 vers 9, Zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk. And in verse 11, we already saw this motif. God will come down in the sight of all the people upon Mount Sinai. En in vers 11 zien we ook een bekend motief. Namelijk, op de derde dag zal de Heere voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinai. By consequence, in verse 12, don't even touch the border of the mountain. It could be deadly. To come close because of the tremendous sanctity of Mount Sinai when God's presence is manifest there. En het gevolg is in vers 12 dat het volk de berg niet eens mag aanraken omdat deze heilig is zolang de heerlijkheid van de Heere op de berg rust. Dat kan dodelijk zijn. But it's only temporary. Maar dat is slechts tijdelijk. In verse 13, when the ram's horn sounds long, they may come up to the mountain. That's a sign that it's all over. Want in vers 13 lezen we, als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. Het was dus tijdelijk. Where is Mount Sinai located? Waar ligt de berg Sinai? The shorter answer to that question is, we have no idea. En het korte antwoord daarop is, we hebben geen flauw idee. That is, there is a mountain in the Sinai Peninsula that
is known in Arabic as Jebel Musa, which means Moses' mountain. Dat is, er is wel een berg in het Sinaïtisch Schiereiland die in het Arabisch Jebel Musa heet. Dat betekent de berg van Mozes. There's even a monastery on it called Santa Catarina. Er ligt zelfs een klooster op, Santa Catarina Klooster. I remember climbing this mountain when I was a teenager. En ik herinner me dat ik die berg beklom toen ik een tiener was. But if you ask what evidence is there that this mountain is the actual Mount Sinai, the answer is pretty short, absolutely none. Maar als je dan vraagt, wat voor bewijs is er dat deze berg de berg Sinai is, dan is het antwoord heel kort, er is geen enkel bewijs voor. The identification is medieval in origin, which is by our standards almost yesterday. De identificatie als de van die berg als de berg Sinai stamt uit de middeleeuwen, wat voor ons ongeveer hetzelfde is als gisteren. And the identification was, if anything, based on the fact that Jebel Musa is the highest peak in the area, and we actually have a tradition that Mount Sinai was not a high peak. En die identificatie berust op het feit dat die berg de hoogste top in de buurt daar was. En wij hebben zelfs een traditie die zegt dat de berg Sinai helemaal niet een hoge piek was. But this again highlights that Mount Sinai is just one time, then it's over. Maar dit benadrukt nog maar sterker dat de openbaring op de berg Sinai slechts eenmalig was en daarna was het weer voorbij. And the tabernacle throughout all their journeys. En dat in tegenstelling tot de tabernakel gedurende al hun reizen. To put a more specific focus upon this, we should of course note that when God's presence is manifest upon Mount Sinai, then Moses, to commune with God, climbs up the mountain. En om dit punt nog wat verder uit te diepen, moeten we opmerken dat als God op de berg verschijnt, dat Mozes dan, om met hen te kunnen spreken, de berg moet beklimmen. That's, after all, what we saw in Exodus chapter 24, verse 15. Moses went up into the mountain. Dat zagen we immers in Exodus 24, vers 15. Mozes beklom de berg. And once the tabernacle is built? En hoe zit dat als de tabernakel eenmaal gebouwd is? Well, as we read in the continuation of chapter 25. Dat is wat we lezen in het vervolg van hoofdstuk 25. In the command concerning the construction of the ark and the ark cover. En specifiek in de geboden die gaan over het vervaardigen van de heilige ark en het verzoendeksel daarop. In verse 22, and there I will meet with you, and I will speak with you from above the ark cover, from between the two cherubim, which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give you in commandment unto the people of Israel. In 25 vers 22 lezen we, dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel van tussen de twee cherubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Moses communes with God upon Mount Sinai until the tabernacle is built. Then he communes with God in the tabernacle. Mozes converseert met God in eerste instantie bovenop de berg, totdat de tabernakel gebouwd is. En dan converseert hij met God binnen de tabernakel. So again, in all their journeys, on an ongoing basis, the tabernacle signifies the focal point of God's presence revealed in their midst. Dus die zinsnede op al hun reizen duidt erop dat de tabernakel
representaties van Gods aanwezigheid bij de Israëlieten. Now, you might be objecting that there seems to be a glaring lack of symmetry, because in Exodus chapter 24, verse 16, we read that, and the seventh day, he, God, called unto Moses out of the midst of the cloud. Je zou kunnen zeggen dat die symmetrie helemaal niet zo sterk is door te zeggen dat in Exodus 24 vers 16 staat dat de wolk de berg Sinai 6 dagen lang bedekte en dat God op de zevende dag Mozes riep vanuit het midden van de wolk. And then of course Moses enters the cloud. En dan natuurlijk gaat Mozes de wolk binnen. As opposed to in Exodus chapter 40 verse 35 that Moses was not able to enter into the tent of meeting because the cloud abode thereon and the glory of God filled the tabernacle. En dat is een enorme tegenstelling met Exodus 40 vers 35 waar staat dat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. But of course this is not a lesson of a lack of symmetry, it just shows a lack of patience on our part. Maar dit toont uiteraard niet een gebrek aan symmetrie aan tussen beide verhalen, maar slechts een gebrek aan geduld van onze kant. After all, Exodus chapter 40 is the end of the book of Exodus and the opening verse of the book of Leviticus is the continuation. And God called unto Moses and spoke unto him out of the tent of meeting saying, and then he calls Moses in. Want Exodus 40 is de afsluiting van het boek Exodus en daarna gaat de Torah verder met Leviticus. En daar staat in 1 vers 1, de Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. En dan roept hij Mozes naar binnen. So there really is that symmetry, except again, Mount Sinai is just one time. And the tabernacle is on an ongoing basis. Dus die symmetrie is er wel degelijk. Behalve dan op dit punt dat de berg Sinai een eenmalige openbaring was. En dat de tabernakel voortdurend is. Except ongoing isn't still really permanent. En alleen voortdurende aanwezigheid wil nog niet echt zeggen permanent. Where is permanent. Waar is het dan permanent? And of course the answer is right here in Jerusalem. En het antwoord daarop is natuurlijk hier in Jeruzalem. And on that basis we return to the first book of Kings chapter 8. En op basis daarvan keren we weer terug naar 1 Koningen hoofdstuk 8. The dedication of the Holy Temple here in Jerusalem. Wat gaat over de inwijding van de Heilige Tempel hier in Jeruzalem? In verse 6 we read the priests brought in the Ark of the Covenant of God unto its place into the sanctuary of the house. We lezen in 1 Koningen 8 vers 6. Zo brachten de priesters de Ark van het verbond van de Heere op zijn plaats. And then we read in verse 10, the cloud filled the house of God. En in vers 10 lezen we dan, de wolk vervulde het huis van de Heere. We already know what the cloud represents. En we weten al wat de wolk vertegenwoordigt. As we read in verse 11, the priests could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of God filled the house of God. En we lezen dat ook in vers 11. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. So of course, this is the permanent resting place, the permanent focal point of the holiness. Want dit is uiteraard de permanente plaats waar de heerlijkheid van de Heere vertoeft, het brandpunt van aandacht. And this is the message in what then follows, King Solomon's prayer of dedication of the Holy Temple. En dit is dan wat er volgt op dat verhaal, namelijk het gebed dat Salomo doet bij de inwijding van het huis. Beginning in verse 12,
God has said that he would dwell in the thick darkness. En dat begint in vers 12. Toen zei Salomo, de Heere heeft gezegd dat hij in een donkere wolk of dichte duisternis zal wonen. Verse 13, I have surely built you a house of habitation, a place for you to dwell in forever. Vers 13, ik heb immers een huis gebouwd als woning voor u, een vaste woonplaats voor u in alle eeuwigheid. Does that mean that King Solomon thought it was actually a house that God would occupy? En betekent dat dat Salomo werkelijk dacht dat hij een huis had gebouwd waar God in zou verblijven? And of course, the answer becomes very clear from verse 27, which we already read. But will God in very truth dwell on earth? Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain you. How much less this house that I have built? En het antwoord daarop hebben we al gelezen in vers 27. Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie de hemel. Ja, de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Now, of course, it's important for us to appreciate that when King Solomon refers to heaven and the heaven of heavens, he doesn't mean someplace up there. Het is natuurlijk wel belangrijk voor ons om te waarderen dat als Salomo verwijst naar de hemel en de hemel der hemelen, dat hij niet een plaats bedoelt ergens daarboven. Up there is still within the bounds of space. Want ergens daarboven is nog steeds een plaats in de ruimte. God transcends the bounds of space. En God overstijgt de grenzen van de ruimte. So what altogether is the purpose of a physical temple? Dus wat is dan alles bij elkaar het doel van een fysieke tempel? And of course, we readily appreciate this point. It's not for God, it's for us. En we kunnen al snel de conclusie trekken. Het is niet voor God, het is voor ons. God is not going to occupy a piece of real estate. God transcends the bounds of space. God gaat niet daadwerkelijk een stuk onroerend goed bewonen. Hij overstijgt de grenzen van de ruimte. Even at the time of the revelation at Mount Sinai, God is not there on Mount Sinai. We perceive God manifest on Mount Sinai, but again, God transcends the bounds of the physical universe entirely. En ook zelfs op de, bij de openbaring op de berg Sinai, dan is God daar niet aanwezig op de top van de berg. Wij zien hem en ervaren het wel zo. Wij zien hem manifest op de top van de berg. Maar hij overstijgt de grenzen van het fysieke universum. Maybe a rough analogy to illustrate the point would be helpful. Misschien kan ik een analogie op hoofdlijnen geven om het punt te schetsen. Radio waves from the radio stations that are broadcasting are all over, everywhere. Er zijn overal om ons heen radiogolven van radiostations die uitzenden. But if you don't have a working radio, you're not going to know about that. Maar als je geen werkende radio hebt, dan zul je daar helemaal niets van merken en nooit wat van weten. Well, it's a rough analogy because, of course, radio waves are still physical and they still exist in space. Het is wel een wat grove vergelijking, want tenslotte zijn radiogolven nog steeds aanwezig in de ruimte hier en nu en ze bewegen zich daar doorheen. But they help to illustrate the point because, again, if you don't have the right equipment, you aren't going to be aware of them. Maar ze helpen wel om het punt te maken, want die radiogolven zul je niet opmerken als je niet de juiste apparatuur hebt om ze op te vangen. God transcends the bounds of space as he transcends the bounds of time.
God overstijgt de grenzen van fysieke universum, zoals hij ook de grenzen van de tijd overstijgt. But when we go into the temple, we can sense his presence imminently to an extent that we can't anywhere else. Maar wanneer we de tempel binnengaan, kunnen we daar zijn aanwezigheid zeer dichtbij voelen, zoals dat op geen enkele andere plek ervaren wordt. And this is an idea that becomes far more vividly expressed in the continuation of King Solomon's prayer of dedication. En dit is een punt wat heel duidelijk naar voren komt in het vervolg van het gebed voor de inwijding van de tempel door Salomo. Now it's particularly striking for us to note that while of course in the precincts of the temple service was done, the various rituals and ceremonies that pertain to the Holy Temple. In King Solomon's prayer of dedication, he devotes to the temple service not one single word. Het is interessant dat na de inwijding van het huis gaat dan de priesterdienst van start. En daar is van alles om te doen. Maar in het inwijdingsgebed dat Salomo uitspreekt, wijdt hij niet één woord aan die priesterdienst. His prayer, in fact, is all about prayer. In feite gaat zijn gebed uitsluitend over gebed. As expressed in verses 28 and on. Zoals wordt uitgedrukt in 1 Koningen 8, vers 28 en verder. You turn toward the prayer of your servant and to his supplication, O Lord my God. To hearken to the song and to the prayer that your servant, referring to himself, prays before you this day. Schenk dan aandacht aan het gebed van uw dienaar en aan zijn smeekbeden, Heere, mijn God, door te luisteren naar het roepen en naar het gebed dat uw dienaar heden voor uw aangezicht bidt. Waarbij uw dienaar, daar bedoelt Salomo zichzelf mee. In verse 29, that your eyes may be opened toward this house, night and day, even toward the place whereof you have said, my name shall be there, to hearken unto the prayer that your servant shall pray toward this place. Vers 29. Laten uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats waarvan u hebt gezegd, mijn naam zal daar zijn, om te luisteren naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats zal bidden. Now, this expression in verse 29 is one that we should note. My name. That it is my name that will be there. Not God will be there, but God's name is there. En die uitdrukking in vers 29 moeten we opmerken. Daar staat, mijn naam zal daar zijn. Niet God zelf, zijn naam zal daar zijn. This is a recurrent theme in the book of Deuteronomy, in speaking of the place where God will cause his name to indwell. En dit is een terugkerend thema in het boek van Deuteronomium. Daar gaat het vaak over de plaats waar God zijn naam zal doen wonen. What's the meaning of name here? Wat betekent naam hier? A name is not the same as whatever bears that name. Een naam is niet hetzelfde als wie of wat dan ook die naam draagt. Speaking of myself as a human being, my name is not the same as I am. I'm a being. My name is just the way people recognize me. En ik kan het op mezelf betrekken als mens. Ik heb een naam, maar ik ben een levend wezen, ik ben een wezen. En die naam is maar een klein stukje van wie ik ben. Die naam is wat mensen gebruiken om mij te herkennen. And indeed, the theme of the name
associated with the Holy Temple should be understood the same way. That God's name signifies that we connect with God. We have our radios tuned in to God when we are in the Holy Temple. And dit concept van de naam die woont in het huis, in de tempel, moeten we op dezelfde manier begrijpen. Het is voor de mensen dat zijn aanwezigheid ervaren op het moment dat ze in die tempel zijn. Not only in the temple, even toward the temple. En dat ze het de juiste apparatuur hebben om zich op hem af te stemmen. En het geldt niet alleen binnen de tempel, maar ook wanneer men bidt in de richting van de tempel. As you may know, Jews all over the world turn to the site of the Holy Temple in Jerusalem when we pray. Zoals u weet, richten Joden over de hele wereld zich op de tempel, in de richting van de tempel, wanneer ze bidden. This is a recurrent theme in King Solomon's prayer of dedication. En dat is een terugkerend thema in het Salomo's inwijdingsgebed. Excerpting briefly, in verse 38. Any prayer and supplication soever be made by any man or by all your people Israel, who shall know every man the plague of his own heart, and spread forth his hands toward this house. Om het samen te vatten in vers 38. Elk gebed, elke smeekbede die er zal zijn van ieder mens uit heel uw volk Israël, als een ieder de plaag van zijn hart erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt. Verse 39, then hear you in heaven, your dwelling place, and forgive and do and render unto every man according to all his ways, whose heart you know. For you, even you only, know the hearts of all the children of men, all of humanity. Het vervolg in 39, luistert u dan in de hemel, uw vaste woonplaats. Vergeef en grijp in, en geef een ieder naar al zijn wegen. U die zijn hart kent. U alleen kent immers het hart van alle mensenkinderen. Now of course we note that God is not described here as hearing from the temple, but rather you hear in heaven, your dwelling place, which as we already noted, is an entirely spiritual realm that transcends the bounds of this world. We lezen in deze verse dan ook dat God niet luistert vanuit de tempel, maar in vers 39, luistert u dan in de hemel, uw vaste woonplaats. Because as King Solomon already expressed it, God does not occupy the temple. Want God overstijgt die grenzen van dit heelal en zoals Salomo al zei, woont God niet in het fysieke tempel. It is we who connect with the temple, who need the temple, who connect with God through our connecting with the temple. Het is wij die in verbinding staan met de tempel en de tempel nodig hebben om in verbinding te staan met God. And it is of course crucial for us to stress that this is true of all of us. Not only Israel. En het is belangrijk om op te merken dat het niet alleen geldt voor Israël, maar voor ons allen. Which King Solomon stresses in particular in verses 41 and on. Moreover, concerning the stranger that is not of your people Israel, when he shall come out of a far land for your name's sake. Dat is wat koning Salomo benadrukt in vers 41. Zelfs ook wat de vreemdeling betreft die niet tot uw volk Israël behoort, maar uit een verre land komt, omwille van uw naam. Vers 42. For they shall hear of your great name and of your strong hand,
and of your outstretched arm when he shall come and pray toward this house. Same expression. Het vervolg in vers 42. Want zij zullen horen van uw grote naam, van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm, wanneer hij komt en naar dit huis zijn gebed richt. Dezelfde uitdrukking als zojuist. Vers 43. Hear you in heaven, your dwelling place. And do according to all that the stranger calls to you for, that all the peoples of the earth may know your name, to fear you, as does your people Israel, and that they may know that your name is called upon this house that I have built. In vers 43, luistert u dan in de hemel, uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal, opdat alle volken van de aarde uw naam kennen en u vrezen, zoals uw volk Israël, en erkennen dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. So in essence, then, the theme of King Solomon's prayer is prayer. Everyone praying to God via, through the Holy Temple. In hoofdzaak is dus het onderwerp van Salomo's gebed, dat iedereen die bidt, dat doet door de tempel heen. And in addition to prayer, also implicitly judgment. God judges. En terwijl het dan gaat over het onderwerp gebed, gaat het impliciet ook over het onderwerp oordeel. God oordeelt. Remember in verse 39, render unto every man according to all his ways, whose heart you know. Want kijk terug naar vers 39. Vergeef en grijp in en geef een ieder naar al zijn wegen, u die zijn hart kent. We merit connecting with God by connecting with the Holy Temple, but only when we are worthy. We ontvangen de gunst om in contact te komen met God door in contact te komen met de tempel, maar alleen als we waardig zijn. It's interesting for us to consider the prelude to the building of the Holy Temple that we read actually immediately after the Ten Commandments, at the end of Exodus chapter 20. Het is interessant als we naar de inleiding kijken van de bouw van de tabernakel, en dat is direct na de 10 geboden in Exodus 20. After all, one of the focal points of serving God in the Holy Temple was the altar. In Exodus chapter 20, verse 20, an altar of earth you shall make unto me. En een van de belangrijkste aandachtspunten in de tempeldienst was het altaar, waarvan in Exodus 20, vers 24 staat, u moet voor mij een altaar van aarde maken en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. And maybe to continue with the rest of the verse, that is to appreciate that this altar signifies the place where I permit my name to be mentioned, which again is the place of the Holy Temple. En laten we ook het vervolg van dat vers lezen. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toe komen en u zegenen. En wederom, dat is dus de heilige tempel, die plaats. But now let's consider the verses that surround this command concerning the building of the altar. Maar laten we nu eens kijken naar de versen die dit vers, dit gebod voor het bouwen van het altaar, omringen. The previous verse, verse 19, tells us, gods of silver or gods of gold, you shall not make unto you. Het vorige vers, vers 23, vertelt ons, u mag naast mij geen goden van zilver maken en goden van goud mag u ook niet voor uzelf maken. The following verse tells us that when
you make an altar of stone, you shall not build it of hewn, cut stones, lest you lift up your sword upon it, whereupon you will have profaned it through the use of the sword in cutting the stones of the altar. En het vers na het gebod voor het bouwen van het altaar, vers 25, zegt: maar als u voor mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet bouwen van gehouwen stenen. Want als u ze met uw houweel of uw zwaard bewerkt, ontheiligt u ze. En in the following verse, verse 22, also pertaining to the altar: neither shall you go up by steps unto my altar, that your nakedness be not uncovered thereon. En ook het daaropvolgende vers gaat over het altaar, vers 26. En u mag niet langs trappen naar mijn altaar klimmen, opdat uw naaktheid daarop niet zichtbaar wordt. To explain what that means, leading up the altar was a long ramp, not steps. En om aan te duiden wat dat betekent, om naar het altaar op te gaan, liep je over een lange helling, niet over trappen. Because if there had been steps, then the priests would have had to splay their legs in order to climb up the steps. And that would be like revealing their nakedness to the altar, to the floor over which they were walking. Want als er wel trappen hadden gelegen, dan hadden de priesters hun benen moeten optillen en spreiden om die trappen te kunnen bestijgen. En dat was, als het ware, dat ze hun naaktheid zouden tonen aan het altaar zelf, aan de vloer van het altaar. Now it would be like revealing nakedness, but it really wouldn't be, because part of the vestments of all of the priests included wearing pants. We zeiden dat het als het ware is de naaktheid laten zien, maar niet geheel, want onderdeel van de priesterkleding zijn soort boxershorts. Longer than shorts. Long? they went down to roughly knee length. Oké, okay, het zijn wat langere boxen, langer dan boxershorts. Het gaat ongeveer tot op de knieën. But it's one of the garments that is prescribed explicitly in the Torah for the priests to wear. Maar het is wel een van de kledingstukken die wordt voorgeschreven aan de priesters om te dragen. And yet still there is something unseemly, immodest, lewd in taking these big steps as opposed to walking carefully up the ramp to the altar. Maar toch is er iets blijkbaar op tegen om met grote passen over een trap het altaar op te lopen, ten opzichte van voorzichtig voortschrijdend omhoog te gaan. So note then that we have three commands that surround the first mention of the altar. First, referring to gods of silver or gods of gold. Dus merk op dat er drie geboden staan die dat gebod van het altaar omringen. De eerste is dat je geen goden van zilver of goud zult maken. Then that using your sword upon the stones of the altar profanes them. Dan dat het gebruik van een houweel of een zwaard op de stenen waarmee het altaar gebouwd wordt, ze ontheiligt. Then the prohibition of walking in an immodest or unseemly manner. En dan de waarschuwing, het verbod op het onzedig lopen, het onzedig beklimmen van het altaar. You may recall that we have had occasion in speaking of the Noahide covenant to consider how altogether in life itself, the essential components of life amount to the way we relate to the world inside, self, the world outside,
others, and the meaning beyond both, God. U kunt zich wellicht herinneren dat we bij een andere gelegenheid hebben gesproken over de zeven Noachidische wetten. De wijze waarop we naar het leven in contact zijn met het leven en naar kijken, bestaat in drie componenten. 1. De blik naar binnen op het zelf. En 2. De blik naar buiten, naar anderen. En 3. De blik die deze beide overstijgt, namelijk God. Now, we don't have time to discuss these now at length. That's more appropriate in discussing the Noahide covenant. But the three cardinal sins in the traditions of Israel, corresponding to the world inside, the inner bankruptcy, is the prohibition of sexual immorality. We hebben nu geen tijd om dit heel uitvoerig te bespreken allemaal. Dat zou beter thuis horen in een discussie over het Noachidisch verbond. Maar in het kort is het failliet van deze wereld van binnen naar buiten en de overstijgende wereld. Achtereenvolgens, 1. Het failliet voor het zelf, voor de inwendige wereld, seksuele immoraliteit. Corresponding to the world outside, the way we relate to others, the cardinal sin that prohibits committing murder. En de hoofdzonde die men naar anderen toe pleegt, dus naar de, ten opzichte van de wereld daarbuiten, is moord. And corresponding to the meaning beyond our relationship with God, the prohibition on idolatry. En corresponderend met de wereld die alles overstijgt, met God, is de hoofdzonde afgoderij. And of course, consider corresponding to sexual immorality, you shall not go up by steps upon my altar, as we already discussed, because that would be tantamount to exposing one's nakedness. En merk op dat seksuele immoraliteit te vinden is in dat verbod op het beklimmen van het altaar op een onzedige manier. Corresponding to the prohibition on murder. If you lift your sword upon the stones of the altar, you profane them, because the sword is the instrument of murder. En corresponderend met de hoofdzonde moord, lazen we het gebod dat je het zwaard niet mag opheffen of de houweel niet mag opheffen tegen de stenen van het altaar, want anders ontheilig je ze. Dit omdat het zwaard een instrument is waarmee gemoord wordt. And corresponding to the prohibition of idolatry, gods of silver or gods of gold, you shall not make unto you. En corresponderend met het verbod op afgoderij, lazen we, u zult geen goden van zilver of goden van goud maken. I stress these because I think God is stressing them. By when he speaks for the first time of the commandment to make an altar, stressing, you need to make sure you are worthy of making an altar, that you are worthy of engaging in serving God. En ik benadruk deze dingen omdat ik denk dat God deze dingen benadrukt. Nu hier de eerste keer dat hij erover spreekt, gebied om een altaar te maken, waarschuwt hij, zorg ervoor dat je waardig bent om een altaar te mogen maken. Zorg ervoor dat je waardig bent om mij te kunnen dienen. This remains an ongoing challenge. En dit is een voortdurende uitdaging. Because neither an altar in particular nor a temple in general is an end in itself. Want niet een altaar in het bijzonder en ook niet de tempel in het algemeen is een doel in zichzelf. Merely means to connecting with God, and you need to make yourself first and foremost worthy of being able to connect with God's presence revealed in the Holy Temple through the altar. Het zijn slechts middelen om in
contact te komen met God. En we moeten zorgen dat we waardig zijn om ons met hem te verbinden door de tempel en door het altaar. Famously, this is the message of the prophet Micha in chapter 6. Beginning in verse 6, the question, wherewith shall I come before God and bow myself before God on high? And again, what underlies the question is, isn't this the goal, to be able to come before God? That is, to be able to come into the precincts of the Holy Temple. En dit is wat de profeet Micha probeert duidelijk te maken aan zijn publiek in Micha 6, vers 6. Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan, mij buigen voor de hoge God? En hij doelt daar precies op, wat moeten we doen om de voorhoven te kunnen betreden? And pertaining to the temple service, the continuation, shall I come before him with burnt offerings, a sacrificial service? In verse 7, will God desire thousands of rams with ten thousands of rivers of oil? En hij gaat verder met betrekking tot de priesterdienst. Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zal de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? And the answer that comes from God in verse 8. It has been told you, O man, what is good and what God does require of you, but to do justly, to love kindness, and to walk humbly with your God. En het antwoord dat God geeft in Micha 6 vers 8 is, hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt, niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Is that all? Is all that God asks of us to do justly, to love kindness and to walk humbly with your God? Is dat alles? Is dat alles wat God van ons vraagt om recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig, nederig te wandelen met ons God? What of the whole temple service? What of all the commandments? Certainly, when we consider the commandments with which God charges Israel, there's a very long list. It's not just these three. En hoe zit het dan met de tempel en met de geboden? En in het bijzonder, als we kijken naar de geboden voor het volk Israël, dan is dat een lange lijst. Dat gaat wel iets verder dan deze drie dingen. But the sad answer in understanding the words of the prophet, and we've discussed this in other contexts as well, is, says God, you want to come into the temple? You want to have a relationship with me? First step is, be a human being. Don't be an animal. Maar het treurige is, en we hebben dit ook wel vaker besproken, dat God, als het ware, God zegt, wil je met mij in contact komen? Wil je mijn heilige tempel binnenkomen? Zorg dan eerst dat je mens bent en geen dier. If you're not even doing this, doing justly, loving kindness and walking humbly with God, you haven't even begun. Als je dit al niet doet, recht lief hebben, recht doen, goede tierenheid lief hebben en ootmoedig wandelen, dan ben je nog niet eens begonnen. Je bent nog niet eens op weg. A human being can become godly. If you're not even human, how are you going to become godly? Een menselijk wezen kan goddelijk worden, maar als je nog niet eens een mens bent, hoe kun je dan goddelijk worden? And the truth is, this becomes a recurrent theme, a very central theme, in the words of the prophets. En dit is een heel centraal thema in de woorden van de profeten. We don't have time to consider all of the words of the prophets that are relevant, noted some more of them in other contexts, but to focus in particular on two, Isaiah and Jeremiah. Isaiah, the very first words in chapter 1 of the book of Isaiah. We hebben niet de tijd vanavond om de woorden van alle profeten op dit punt te gaan bekijken, maar we zullen wel kijken specifiek naar de woorden van Jesaja en van Jeremia. We beginnen in Jesaja hoofdstuk 1.
well, not actually the beginning of the first chapter, but in the first chapter, beginning in particular with the words of rebuke that start in verse 10. We beginnen niet helemaal aan het begin van hoofdstuk 1, maar vanaf vers 10. De terechtwijzing die begint in Jesaja 1, vers 10. Hear the words of God, you rulers of Sodom. Give ear unto the Torah, the teaching of our God, you people of Gomorrah. Hoor het woord van de Heere, leiders van Sodom. Neem de Torah, de onderwijzing van onze God, ter oren, volk van Gomorrah. Verse 11. To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? I am full of burnt offerings of rams and the fat of fed beasts, and I desire not the blood of bullocks or of lambs or of he-goats. Waartoe dienen voor mij uw vele offers, zegt de Heere? Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee en in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind ik geen vreugde. And the culmination of this very long statement of rebuke in verse 15, and when you spread forth your hands, I will hide my eyes from you. When you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. En in het vervolg van deze lange terechtwijzing, deze lange uitbrander, vers 15. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol bloed. If your hands are full of blood, you're not human. If you're not human, don't even try to be godly. First become human. En als je handen vol met bloed zitten, dan ben je niet menselijk. En als je niet menselijk bent, dan zul je zeker niet goddelijk, godvruchtig worden. Word eerst menselijk. And similarly, in Jeremiah, this is a recurrent theme in Jeremiah, but we'll focus on chapter 7. En zo vinden we dit ook terug, dit thema, in het boek van Jeremia. Het komt daar vaak voor, maar we richten ons nu op hoofdstuk 7. In verse 2, God commands Jeremiah, stand in the gate of God's house and proclaim there this word and say, hear the word of God, all you of Judah that enter in at these gates to prostrate yourselves before God. In Jeremia 7, vers 2 zegt God tegen Jeremia, ga in de poort van het huis van de Heere staan en predik daar dit woord en zeg, hoor het woord van de Heere, heel Juda, u die door deze poorten binnengaat om zich voor de Heere neer te buigen. In verse 3, amend your ways and your doings, and I will permit you to dwell in this place. In vers 3, laat uw wegen en uw daden goed zijn, dan laat ik u wonen in deze plaats. But, verse 4, trust not in lying words, saying, the temple of God, the temple of God, the temple of God. Maar, vers 4, stel uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden. De tempel van de Heere, de tempel van de Heere, de tempel van de Heere is dit. When people say that, they think the temple is an end in itself. They think all you need is to be with the temple, because that'll take care of everything. Want wanneer je dat zegt, dan denken mensen dat de tempel een doel in zichzelf is. En dat het voldoende is om daarbij in de buurt te zijn, de tempel. But as the prophet continues in verse 9, will you steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and offer unto Baal, and follow other gods whom you have not known, and come and stand before me in this house, whereupon my name is called? And say we are delivered, that we may do all these abominations? En dan in vers 9, stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baal, andere goden achterna gaan die u niet gekend hebt, en dan voor mijn aangezicht komen, staan in dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, en zeggen, we zijn gered om al deze gruweldaden te doen. In verse 11, is this house whereupon my name is called become a den of robbers in your eyes? Vers 11, is dan dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen in uw ogen een rovershol geworden?
And if you think there's some kind of a guarantee that because it's the Holy Temple, it will necessarily endure, in verse 12 we read, "For go you now unto my place, which was in Shiloh, where I permitted my name to dwell at the first, and see what I did to it for the wickedness of my people Israel." En als u dan nog denkt dat het veilig is omdat het tenslotte om de heilige tempel gaat, dan zegt God in vers 14 dat hij zal doen met dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen, waarop u vertrouwt, en met deze plaats die ik u en uw vader gegeven heb, zo doet hij met zoals ik met Silo heb gedaan. And the dire warning in verse 14, "Therefore will I do unto the house whereupon my name is called, wherein you trust, and unto the place which I gave to you and to your fathers, as I have done to Shiloh." Excuses, ik begon een vers te laat. Vanaf vers 13, "Wel nu, omdat u al deze daden doet, spreekt de Heere, en ik vroeg en laat tot u sprak, maar u niet geluisterd hebt, en ik u geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt, zal ik met dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, waarop u vertrouwt, en met deze plaats die ik u en uw vader gegeven heb, doen zoals ik met Silo gedaan heb." Scornfully, in verse 21, "Thus says the God of hosts, the God of Israel, add your burnt offerings unto your sacrifices and eat your flesh. If you're concerned about having the sacrificial meat, go and make a barbecue." En over de priesterdienst, de offerdienst, zegt God dan in vers 21. "Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, voeg uw brandoffers toe aan uw slachtoffers, eet vlees." Hij zegt als het ware, als je vlees wilt hebben, als het je daarom gaat, steek dan de barbecue maar aan. The temple is not an end in itself. De tempel is geen doel op zichzelf. As expressed in Ecclesiastes chapter 4 verse 17, "Guard your foot when you go to the house of God, and be ready to hearken, to listen. It is better than when fools give sacrifices, because they're confusing the means with the end." Prediker 4 vers 17. "Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. Het is beter dat men naderbij komt om te luisteren dan om als dwazen een offer te geven, want die weten niet dat ze kwaad doen. Want ze verwarren namelijk het doel met het middel." This is, as we already noted, a recurrent theme in the Bible, in the prophets, in the holy writings. We don't have time to consider the many expressions of this dire warning, but it's critical. Dit is een centraal thema in de woorden van de profeten en van de geschriften. We hebben geen tijd om die allemaal langs te gaan, maar deze waarschuwing komt vaak terug. As the prophet Hosea expresses it in chapter 6, verse 6, "For I desire kindness and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings." Zoals de profeet Hosea zegt in Hosea 6, vers 6. "Want ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offer, in kennis van God meer dan in brandoffers." Just consider again Exodus chapter 25, which introduces us to the Holy Temple, comes immediately after the revelation at Sinai. Denk er nog eens aan terug dat hoofdstuk 25 van Exodus, het gebod om de tabernakel te maken, direct volgt op Exodus 24, de openbaring op de berg Sinai. Well, the Ten Commandments, the revelation at Sinai, was principally in Exodus chapter 20. Nu, de hoofdmoot van de openbaring op de berg Sinai was in Exodus hoofdstuk 20. What happened in the meantime? Wat is er dan in de tussentijd gebeurd?
beginning in chapter 21, all of the laws that pertain to establishing a civil society, in particular one that worries about its weakest members. Daar werden de wetten gegeven in die hoofdstukken, die tussenliggende hoofdstukken, om een ja, burgerlijke maatschappij te bouwen die bekommerd was om zijn zwakste leden. Once again, if that's not there, you're not ready to start building a temple. Nogmaals, want als dat er niet is, dan is er ook geen reden om een tempel te gaan bouwen. Or as expressed by the prophet Isaiah, whose words of rebuke we saw earlier on in chapter 1, beginning in verse 16. Here's the remedy. Here's the solution. Here's how you come to the temple. Wash you. Make you clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Want het vervolg van de woorden van Jesaja in hoofdstuk 1, waar we eerder uit gelezen hebben. Jesaja geeft daar de oplossing aan. Was u, reinig u, doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad te doen, leer goed te doen, zoek het recht. Help de verdrukte, doe de weesrecht, bepleit de rechtszaak van de weduwe. Zo kom je tot de tempel. In vers 17... Learn to do well, seek justice, relieve the oppressed, judge for the fatherless, plead for the widow. Then, and only then will you be ready to come into the temple. Dus na al deze dingen, pas dan ben je klaar om de tempel binnen te komen. And this isn't just about Israel. It's about the whole world. En dat gaat niet alleen over Israël, maar dat geldt voor de hele wereld. Because ultimately, everyone needs to return to God by returning to the Holy Temple. Want uiteindelijk moet iedereen naar God terugkeren door terug te keren naar de Heilige Tempel. As we read in Isaiah chapter 2, from verse 2 and on, it shall come to pass in the end of days that the mountain of God's house will be established at the top of mountains and shall be exalted above the hills, and all nations will stream to it. Zoals we lezen in het vervolg in Jesaja 2, vers 2. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Now, that serves ultimately as the basis for establishing a civil society. Because in verse 3 we read, and many peoples will go and say, go and let us go up to the mountain of God, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth Torah, teaching, and the word of God from Jerusalem. En dat vormt de basis voor het vormen van een burgermaatschappij. Want zo lezen we verder in vers 3. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn wegen bewandelen. Want uit Sion zal de Torah uitgaan, onderwijzing uitgaan, en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Verse 4, and he shall judge between the nations and shall reprove many peoples, and they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Vers 4, hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen, en zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. We've discussed this point many times, but maybe it's important for us to repeat it here. We hebben dit punt vaker benadrukt, maar misschien is het goed om het hier te herhalen. How do you get to a world of universal peace and brotherhood, where they beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks? Hoe kom je tot een wereld waar vrede heerst, waar men de zwaarden omsmeet tot ploegscharen en de speren tot snoeimessen?
you get there once, but only once. Everyone recognizes there's only one goal, but there are many missions, many routes to take to reach that one goal. Daar kom je pas bij die vrede als je, als iedereen zich realiseert dat er één doel is, maar vele wegen om tot dat doel te komen. That means that I want you to advance in your mission as you want me to advance in my mission, because they're both part of the same goal. En dat betekent dat, ja, dat ik wil dat u voortgaat, dat u vordering boekt in uw missie, net zo goed als dat u wilt dat ik vorder in mijn missie, omdat beide missies hetzelfde doel dienen. Now, that goal is returning to God, but we'll stress again, as expressed in verse 2, that returning to God is the mountain of God's house. That returning to God is the realization that out of Zion shall go forth Torah, shall go forth teaching. Nu, dat doel, dat ene doel, is terugkeren naar God. Maar ik wil benadrukken dat in Jesaja 2, vers 2 staat dat het ook terugkeren is naar de berg van het huis van de Heere. En dat vanaf die berg, in vers 3, uit Sion de Torah uit zal gaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. As we've discussed many times, Zion, Sion, is simply another way of saying the Temple Mount, same place. Zoals ik ook bij andere gelegenheden heb gezegd, is Sion simpelweg een aanduiding van de Tempelberg. What it signifies again here is that Zion, the Temple Mount, is the way we bond to God, ultimately, in establishing that connection. Wat ik wil benadrukken is dat Sion het middel is, de tempel het middel is om die band aan te gaan met God, om die verbinding te leggen. The temple is not an end in itself, but it's a crucial means to get closer to that end, God. De tempel is geen doel in zichzelf, maar het is een cruciaal middel om tot dat ene doel te komen, God zelf. And of course, Isaiah chapter 2 is not the only chapter that explicitly speaks of the stranger. In Isaiah chapter 56, beginning in verse 6, also the aliens that joined themselves to God to minister unto him and to love the name of God to be his servants. En Jesaja 2 is natuurlijk niet het enige hoofdstuk wat hierover spreekt. In Jesaja 56 vers 6. En de buitenlanders die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben om hem tot dienaren te zijn. In vers 7, even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be acceptable upon my altar, for my house will be called a house of prayer for all peoples. Vers 7, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Note again, as in that prayer of dedication of King Solomon, the emphasis in the Holy Temple is it's a house of prayer. And it's a house of prayer, as King Solomon also told us, for all peoples. En merk op dat het huis van God hier wordt beschreven als een huis van gebed, wat ook de speciale aandacht was die Salomo schonk aan de tempel in zijn gebed. Dat het een huis van gebed is voor alle volken. Verse 8 says, the Lord God who gathers the dispersed of Israel, yet I will gather others to him besides those of him that are gathered. Because I'm gathering them all. En in vers 8 zegt God, de Heere, Heere die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt. Ik zal er tot hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot hem bijeengebracht zijn.
Hij brengt ze allemaal. This gathering is not simply abstract. In Zechariah chapter 14, after the final battle of the nations against God, here in Jerusalem, we read in verse 16, and it shall come to pass that everyone that is left of all the nations that came against Jerusalem shall go up from year to year to prostrate themselves before the King, the Lord of hosts, and to celebrate the Feast of Tabernacles. En dat bijeenbrengen, dat is niet abstract, zoals we kunnen lezen in het laatste hoofdstuk van Zacharia, Zacharia 14, vers 16. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Everyone in the world comes to the Holy Temple to celebrate the Feast of Tabernacles, Sukkot. Iedereen in de hele wereld komt naar Jeruzalem, naar de Heilige Tempel, om het Loofhuttenfeest te vieren. According to what we read in Zechariah, that's once a year. But evidently that's a minimum. En zoals duidelijk mag zijn, lezen we in Zechariah dat dat eenmaal per jaar is. Maar dat is slechts een minimum. Because in Isaiah chapter 66, we see the frequency can be much higher. Want in Jesaja 66 zien we dat de frequentie veel hoger kan liggen. In Isaiah chapter 66, the last chapter of Isaiah, we read of how all nations and tongues will see God's glory. Even the islands afar off that have not heard God's fame nor seen his glory will declare his glory among the nations. In Jesaja 66, het laatste hoofdstuk van Jesaja, lezen we dat God alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen en dat zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. En dat zelfs de ver afgelegen kustlanden die geen tijding over mij hebben gehoord en die mijn heerlijkheid niet hebben gezien, dat zij mijn heerlijkheid onder de heidenvolken zullen verkondigen. En ultimately we read in verse 23, it shall come to pass that from one new moon to another, every month, and from one Sabbath to another, every week, shall all flesh come to prostrate themselves before me, says God. En uiteindelijk lezen we dan in vers 23, en het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan, elke maand dus, en van Sabbat tot Sabbat, ja zelfs elke week dus, alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heer. So, what's the purpose of the temple? Dus, wat is nu het doel van de tempel? At this point, I think we can answer that question. Ik denk dat we nu op een punt zijn dat we die vraag kunnen beantwoorden. On the one hand, the tabernacle is the perpetuation of that one-time event at Sinai. On an ongoing basis. Aan de ene kant is de tabernakel de voortgezette lijn van de openbaring op de berg Sinai. En nu is die openbaring dus in de tabernakel voortdurend. On another hand, the tabernacle itself is still mobile and not the ultimate permanent consecration of space that is the Holy Temple. Aan de andere kant is de tabernakel nog steeds een mobiel iets, een tent die verplaatst wordt. En nog niet die permanente geheiligde plaats zoals de tempel dat is. But on a broader level, all of these, Sinai, tabernacle, temple, are means through which we connect with God's presence. They're not for God. And God doesn't change. And God isn't there because God transcends space. But we need them because we need them as means through which to connect with God. Maar meer algemeen is zowel de openbaring op de berg Sinai als de tabernakel als de tempel zijn geen doelen in zichzelf.
Ze zijn een middel om ons te verbinden met God. En God is ook niet aanwezig in de tabernakel en de tempel zelf, want hij overstijgt de tijd en de ruimte. Nee, die tempel, die tabernakel, die openbaringen, die zijn voor ons. Wij hebben ze nodig om tot God te naderen en ons met hem te verbinden. But finally, and most crucially, we remember, in order to be able to enter into the temple, in order altogether to be able to achieve the goal designated by God in Exodus chapter 25, that by building a sanctuary, God will dwell among us, not in the tabernacle. We need to make ourselves worthy for God to dwell in our midst. Maar tenslotte, het meest belangrijkste, ten einde dat wij in die tempel kunnen komen en ons aan God kunnen verbinden, moeten we waardig zijn. Zoals in Exodus 25 vermeld stond, hè, dat ze voor mij een heiligdom moeten maken, zodat ik in hun midden kan wonen. We moeten ons waardig gedragen om ons aan hem te kunnen verbinden. Now that means first of all, again, if we're not human, we can't be godly. Ten eerste betekent dat, nogmaals, als wij niet menselijk zijn, kunnen we ook niet goddelijk of godvruchtig zijn. That is and remains a crucial starting point. You can only be godly if you're acting like a human being. Dat is en blijft een belangrijk startpunt. Dat je eerst en vooral mens moet zijn voordat je godvruchtig kunt zijn. But that's one side of the coin. Maar dat is slechts één kant van de medaille. If we are acting like human beings, if we've established a civil humanistic society, that's good, but that's certainly not all there is. Dat is een goed startpunt. Als wij een maatschappij kunnen maken waarin we op een humane manier met iedereen omgaan, dan is dat goed. Maar dat is zeker niet alles wat er is. A humanistic society means you are ready to strive for that sublime next level, which is to be godly. Zo'n humanistische samenleving of humane samenleving betekent dat je ook bereid bent om de volgende stap te nemen, namelijk om godvruchtig te zijn. Because humanistic is still not godly. Want humanistisch of humaan is nog steeds niet goddelijk, nog niet godvruchtig. The greatest charge and the greatest gift that God gives us is the opportunity to elevate the mundane to a holy, godly level. De grootste uitdaging en opdracht die God ons geeft is om het wereldlijke te verheffen tot het goddelijke. When we take our mundane lives and we infuse them with holiness, we're paving the way for the establishment of God's kingdom and the rebuilding of his holy temple. Wanneer we onze wereldlijke levens nemen en daarin godvruchtigheid blazen, heiligheid inblazen, dan plaveien we daarmee de weg voor Gods koninkrijk en voor de herbouw van de tempel. In short, we're making a sanctuary for God to dwell among us, in this world, with us, making not only a humanistic society, but a godly one, the ultimate goal. Om het kort samen te vatten, zijn we dan echt een heiligdom aan het maken, zodat God in ons midden kan wonen. Dan maken we niet alleen een humanistische samenleving, maar een godvruchtige samenleving, te midden waarvan hij kan wonen. May we rededicate our efforts to building that godly society, to seeing
God's temple, God's presence revealed before the eyes of all flesh on earth. Mogen we ons opnieuw toewijden om zo te heiligen en voor te bereiden op dat koninkrijk van God, op de herbouw van de tempel, zodat hij voor alle ogen geheiligd zal zijn. May it come speedily in our days. Mogen we die tijd spoedig aanbreken in onze dagen. That's the greatest blessing. Dat is de grootste zegen. God bless you. God zegen u.